De Graafschap heeft manager voetbalzaken Peter Hofstede beloond met een nieuw tweejarig contract. Waar de voorgaande vier verlengingen telkens met één seizoen waren, spreekt de Doetinchemse voetbalclub nu vertrouwen uit in de oud-aanvaller in de hoop om van de superboeren een stabiele eredivisionist te maken. Nou ja, stabiele eredivisie begint met een stabiele financiële basis. En ik denk dat we daar stappen hebben gezet. En als we dat door kunnen zetten, denk ik dat realiseerbaar is. Alleen de eerste stap is wel promoveren. En dan ligt er een basis in jouw ogen voor, een stabiele eredivisieclub eventueel? Dan zou er meer dan in het verleden een basis liggen om serieus een aantal jaren in de eredivisie te blijven. Een belangrijke pijler onder die ambitie is de jeugd. Ook hoofdjeugdopleiding Jefta Bresser heeft een nieuw tweejarig contract ondertekend. En de komende jaren is het doel om meer talenten te laten doorstromen. Daarnaast wil de Graafschap zich in navolging van onder meer VVV Venlo en Heracles Almelo meer gaan richten op de Duitse markt. Zo werd vorig jaar nog gesproken met Bayer Leverkusen over een mogelijke samenwerking. Ik denk dat er echt een markt ligt. Ik denk ook dat Duitse spelers passen bij de Graafschap. Dus wat dat betreft vind ik dat we daar wel energie in moeten stoppen. Dan heb je het wel over de lagere liga's, want bovenliga's daar kunnen we al niet meer mee concurreren. Maar zeker daaronder lopen een aantal spelers. Dat hebben we nou de afgelopen jaren ook wel bewezen dat er echt talenten rondlopen. Daar zijn we ook naar aan het kijken. Zijn in die zin die clubs die ik noemde, Heracles VV, ook een voorbeeld voor de Graafschap daarin? Nou ja, ook Willem II heeft volgens mij goede zaken gedaan met spelers die uit tweede elftallen van de Bundesliga clubs komen. En wanneer is de hand van Peter Hofstede uitgespeeld bij de Graafschap? Wanneer ben jij klaar voor jouw gevoel? Dat weet ik niet. Ik ga volgend jaar mijn zesde seizoen in. Ik heb daar twee promoties, twee degradaties meegemaakt. Het is wat dat betreft ook waar de club de Graafschap denk ik staat. Om dat te doorbreken zou mooi zijn om dat ook wat structureel aan de Eredivisie voor elkaar te krijgen. Dat zou ook mijn ultieme doel zijn.